Wie een blik door een telescoop wil werpen, kan dit weekend terecht bij ruim 60 sterrenwachten. De landelijke sterrenkijkdagen worden voor de 35e keer gehouden. De planeet Saturnus of een halve maan. Komend weekend kunnen belangstellenden een kijkje nemen bij sterrenwacht Orion in Loon op Zand. Er zijn verschillende dingen die ze kunnen waarnemen. De maan ten eerste, die is heel mooi te zien, met zijn kraters, met het licht dat erop valt. Later op de avond is er nog een planeet te zien, Saturnus met de ringen en sterrenhopen. Ook op 60 andere plaatsen zijn de telescopen te bewonderen. Het is de 35e keer dat de sterrenkijkdagen worden gehouden. Wat is er nou veranderd de afgelopen 35 jaar? Van de 35 jaar, ik doe er 25 jaar mee. En wat er aan veranderd is, is de techniek en de apparatuur die wordt beter. En degenen die meedoen, die hebben steeds meer dingen die ze laten zien. Telescopen zijn veranderd. En daardoor kunt u ook meer zien, meer sterren waarnemen? Meer wil ik niet zeggen, maar wel beter. Een voorbeeld is deze telescoop, die wordt gestuurd door twee motortjes. En op een gegeven moment, die motors die volgen de sterren omdat de aarde ronddraait. Nou, en als je dat precies doet, dan krijg je mooie punten op je foto's en op je dia's. En vroeger was dat veel anders, moest allemaal met de hand. En nu is de techniek. Ja, dit is mijn eerste telescoop die ik ooit gekocht heb. En die 9 centimeter lenzentelescoop. En die heeft heel lang goed bevallen. Alleen, je wilt wel weer beter en beter glas en beter materiaal. En vandaar dat deze nu meeneem naar scholen en naar kampeerboerderijen. En waarom was hij zo gefascineerd door de sterrenhemel? Eigenlijk is het gebeurd in de jaren 60. Toen waren de mensen bezig met de maanlanding, de voorbereiding van de maanlanding. 1969 is de eerste maanlanding geweest. Nou, die hebben van begin tot het einde gezien. Dus, toen was die interesse al. Wat is nou de mooiste foto die je ooit heeft gemaakt? Nou, een van de mooiste is de nevel Orion. En die staat dus in de sterrenbeeld Orion. Mijn sterrenwacht heet Orion. Vandaar dat ik die nevel natuurlijk als fotografeer. En die is geweldig gelukt. Perry Hamers hoopt dat meer mensen geïnteresseerd raken in de sterrenhemel.